Erwin en Lijn, Jan van der Zweep. Normaal kennen we jullie in een andere hoedanigheid. Vanavond is het echter iets heel anders. We hebben het over, ik moet eigenlijk zeggen, de 26e. Maar ook het eerste SIS-toernooi, Erwin. Dat heb ik wel gelijk, denk ik, hè? Ja, nee, dat klopt. Kijk, voor ons is het ons debuut als SIS-bestuur. En het is de 26e keer in zijn totaliteit. Dus dat is helemaal waar wat je zegt. Ja, Jan, SIS-toernooi, het was altijd Stichting Eensmond Sportevenement. Ja, moeilijke naam nog allemaal. Jullie hebben besloten om het een andere naam te geven. Waarom? Ja, we hebben eigenlijk de naam veranderd naar Stichting Eems Delta Sportevenementen. Ja goed, ik denk dat de term Eems Delta heel bekend is in de regio momenteel. Vroeger is de naam Eensmond gekozen in verband met het Eensmondgebied. Eems Delta is iets meer van deze tijd en eigenlijk hebben wij in het bestuur besloten dat wij dan ook de naam, de E bleef in principe staan, hè, dus dat wij de naam konden veranderen naar Eems Delta. Dus dan, vanaf nu is het de Stichting Eems Delta Sportevenementen. Ja, nou is er, Erwin, bestuurlijk ook het een en ander veranderd. Het hele oude bestuur, laat ik het zo maar even zeggen, is eigenlijk gestopt, is klaar. Er is een compleet nieuw gezicht gekomen. Ja, nou, dat klopt inderdaad. En het was natuurlijk, we hadden hele korte lijnen met dat bestuur, want onze ouders die hebben daar jarenlang in gezeten. En samen met een aantal andere bestuursleden die kar getrokken, jarenlang. Ik geloof mijn vader zelfs echt alle 25 edities. En wij zijn ermee groot geworden, eerst als kind en daarna als spelers. Dus voor ons was SES het toernooi. Op Hemelvaart was een begrip en dat hoorde eigenlijk een beetje erbij. En de voorzitter hier naast me, wij hadden het er vaak over van dat mag hij niet stoppen. En dus toen kwamen wij op het gekke idee onder het motto van we hebben toch nog niet zoveel te doen. We gaan dit erbij doen. Toch? Ja, niet zoveel te doen. Noem het maar niks doen. Maar jullie pakken het op. Wat was de reden, Jan, om te zeggen van wij gaan dat doen? Nou, ik denk wel aansluiten op wat Erwin al zegt. Kijk, het toernooi heeft 25 jaar bestaan. Het oude bestuur gaf aan van, wij zijn er klaar mee, we willen ermee stoppen. Er zijn in de tussentijd wat gesprekken geweest om het toernooi door te laten gaan, uiteindelijk afgeket. Nou ja, goed, en dan gaat toch een beetje een gevoel spelen. Jarenlang, we hebben er zelf op het toernooi mogen spelen. Het toernooi is natuurlijk gigantisch groot geweest ook. Betaald voetbalteams hebben meegedaan. Ja, goed, en wij als voetbaldieren hadden zoiets van, we gaan een groep mensen verzamelen om het toernooi voor te kunnen zetten. Ja goed, en ik denk dat we een heel leuk en jong bestuur hebben gevonden om dat te gaan doen. Want ik bedoel, we doen natuurlijk niet met z'n tweeën, maar we zijn met een groep van 5-6 man. Het is eigenlijk 6, maar 5 man heel direct in het bestuur aan de gang. Dus dat is op zich heel erg leuk. Ja, maar kennen we dat vroeger natuurlijk het SIS-toernooi als het Telkamp-toernooi. Daar is het ooit eens een keer mee begonnen. Het werd later het SIS-toernooi. De datum was altijd een beetje kritisch. We kennen het ook eigenlijk niet anders dan het Hemelvaarttoernooi. Jullie hebben nu gekozen voor 4 juni, Erwin. Dat heeft te maken met na-competitie, denk ik. Ja, nou ja, goed. Kijk, je ontkomt er gewoon niet aan dat de afgelopen jaren de speelkalender is veranderd. En er worden nu meer wedstrijden gespeeld en het loopt vaak langer door. Dus dan heb je ook weer de na-competitie. Nou, ik heb mijn vader jarenlang zien ploeteren en 3 weken in paniek op de bank met zijn telefoon allerlei clubs nog weer. Want iedereen zei af. Logisch, want je hebt na-competitieverplichtingen. Dus de lengte van de speelkalender vonden wij nu ook een mooi moment. Hè, om te zeggen van we stappen nu in. Soms dan moet je met een traditie breken en om het uiteindelijk weer goed weg te zetten. En daarom hebben we ervoor gekozen om het wat later in het seizoen plaats te laten vinden. En we hadden eigenlijk één voordeel en dat was dat Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag tegelijk viel dit jaar. Dus we hadden een mooie gelegenheid om te zeggen van, los van wat Erwin net zegt, de nieuwe start, om deze feestdagen aan te grijpen om het later in het seizoen te doen. Dus we konden het eigenlijk ook niet doen op Hemelvaartsdag dit jaar. Nee, dan is dat natuurlijk het excuus wat je niet elk jaar kunt gebruiken, maar jullie hebben natuurlijk dit wel maar de gedachte gedaan, denk ik. Absoluut. Ik durf bijna wel te zeggen dat wij het volgend jaar weer op deze manier zullen doen. We komen zo denk ik wel even op het deelnemersveld, maar we hebben dit jaar al gemerkt dat daar gewoon voordelen aan zitten. We zitten nu bijna aan het einde van de na-competitie. Dus er houdt in dat ploegen die toch na-competitie spelen misschien al uitgeschakeld zijn, misschien al zelfs hun doel bereikt hebben, omdat de na-competitie niet voor iedereen even lang duurt. Dus wat dat betreft zitten we met deze periode ideaal. Ja, dan zit jullie eigen ploeg ook natuurlijk in het deelnemen zelf. En dat kan je bijna niet missen. NEC Delfzijl moet natuurlijk present zijn. Dat kan niet anders.
Kun je iets verklappen over het deelnemersveld zelf? Hebben jullie al bevestigingen dat je zegt van nou, die ploegen zijn er? Ja, zeker. Ik had al in een heel vroeg stadium contact met collega-trainers en er werd eigenlijk heel enthousiast op gereageerd. We hadden een hele tijd 11 ploegen. Pelicanes heeft helaas af moeten zeggen deze week. En VV Groningen is ook een van de ploegen waar we eigenlijk blij mee zijn dat ze zouden komen. Maar die zitten nog in de na-competitie, dus dat is afwachten. Daarnaast hebben wij LTC, Appingedam natuurlijk, Pelikanen natuurlijk, Omlandia als trotse titelhouder. Groen-geel, kersvers kampioen, Gorecht, Fiboa. En dan zijn we er denk ik bijna, of niet, vergeet ik het. LTC vergeet je nog, hè? LTC, die noemde ik als eerste volgens mij. Maar nou, in elk geval LTC is er ook bij. Dus ja, dus, mooi mee. Dan zul je uiteraard ook weer geluiden horen van, ja, SES toernooi ooit opgestart als een regionaal toernooi. Waar zijn al die regioclubs dan? Ik noem maar even één ding. Ik vergeet gewoon Polster. Dus Polster is er ook bij. En die zijn er ook direct toe en daar zijn we ook heel blij mee. Dus, Dat is dan één erbij. Vooruit, nog een regioclub. Maar nogmaals, ik kom er even op terug. Men zegt van, ja, het is ooit een regiotoernooi geweest. Waarom is dat nu niet meer zo? Nou, een regentoernooi in zoverre, ik denk dat als we een aantal edities teruggaan, dat het ook zeker wel een kwaliteitstoernooi geweest is. Want ik bedoel, ik kan me nog een tijd herinneren dat ploegen meededen als WVV, Hoge Zand, betaald voetbalclubs, Jong Veendam. Ik heb zelf nog mee mogen doen met Jong Veendam, Jong Groningen, Jong Heerenveen. Dus er zijn ook zeker wel ploegen op niveau bij geweest. En we hebben nu gewoon voor onszelf in het bestuur afgesproken van oké, de regio gaat zeker een rol spelen. Maar goed, dat getuigen de ploegen als een Polster, een Appingedam, Pelikanen, NEC. Maar we willen ook echt gaan kijken naar kwaliteit. We willen echt een dag gaan bieden voor het hele gezin, hebben we gezegd. Dat is echt ons motto in het bestuur. Daarbij is het hoofdtoernooi natuurlijk ons uitgangspunt. En daarbij is gezegd, van daar moet de kwaliteit hoog zijn. Daarnaast organiseren we dus de mini-cup, hè, in de ochtend voor kleine pupilletjes. De kabouters, zoals ze tegenwoordig genoemd worden. En in de middag de Old Star Cup. Ja, en als je dan echt over regio hebt, 35 plus toernooi, daar mogen alle mensen uit de regio los op het veld. Maar daar komt het regio karakter ook nog weer terug. Dus samenvattend, het hoofdtoernooi moet echt qua kwaliteit voetbal hoog zijn met regioclubs. Zo moet je het zien. Dat is onze doelstelling voor de komende jaren. Ja, nou, je verklapt dat al een beetje, Jan, nu. Je zegt al van ja, behalve het SES-toernooi, wat ooit het doel was met aansluitende feestavond. Het wordt nu gewoon een breed programma, Erwin, hè? Het wordt inderdaad een breed programma waarin we dus 10 clubs in het hoofdtoernooi hebben. De SES Minicup, wat Jan net al zei, waarbij we van 6 tot 8 teams uitgaan. Die spelen dan 4 tegen 4, die allerkleinste talenten. En dan hebben we een SES All Stars Cup. Daar hopen we op 5 of 6 teams 35 plus uit te komen. En dat de minicup zal dus in de ochtend zijn en de All Stars Cup in de middag. En dat loopt allemaal parallel aan onze core business. En dat is natuurlijk het hoofdtoernooi. Ja, ik zit me een beetje te verbeelden van, hoe pak je dat op? Ik bedoel, jullie zijn allebei nogal nauw betrokken bij NEC. Laten we wat voorzichtig zeggen dan. Je duikt, denk ik, Jan, in een volledig nieuw avontuur, of niet? Ja, in zoverre, er zijn heel veel raakvlakken met wat wij eigenlijk al deden. Nou, voetbal speelde al heel lang een grote rol natuurlijk. Daarnaast heb ik natuurlijk een horecaverleden, heden eigenlijk. Dus dat is leuk om daarnaast te doen. Dus heel veel dingen zijn wel bekend. En waar we wel echt naar gekeken hebben is een bestuur waar veel variatie in zit ook. Dus wij hopen ook uit het bestuur, want goed, ze zijn eigenlijk nog niet genoemd. Ik wil het misschien nog even goed om ze te noemen. Erik Boscher is een van onze bestuursleden. Nou goed, die heeft natuurlijk een bekende naam hier in de regio. We hebben Appie Brink erbij voor de sponsoring. En Marcel Mooi, ook een bekende naam. Ja, die is dan aan de Appingedam kant vooral bekend. Oud voetballer ook van Appingedam, van Omlandia en van Neptunia. Dus die is actief als secretaris. En dan hebben we eigenlijk nog Chris Gottlieb. Die zich bezighoudt als penningmeester. Dus we hebben eigenlijk daar een behoorlijke variatie in. Dus we hebben eigenlijk op alle vlakken wel enige ervaring. Ja, nou is natuurlijk voetbal blijft de hoofdmoot die dag. Maar ik denk ook, Erwin, dat je daarnaast vooral aan het randgebeuren moet denken. Ja, zeker. Kijk, we doen het niet voor niks. Hè. Nostalgie is net al even naar voren gekomen. Maar wij geloven ook in deze regio. En dat doen we vanuit onze liefde voor de sport voetbal. Alleen, wij willen dat hier laten leven. En dat proberen we op zoveel mogelijk verschillende manieren te doen. Dus uiteindelijk is ook gewoon het doel dat wij een superleuke dag kunnen aanbieden. En dat het SES-toernooi hier op Sportpark Centrum gewoon nieuw leven ingeblazen wordt. En dat het gaat leven hier, zeker.
Hadden jullie ook allebei een beetje het idee dat het op een dood spoor zat dan, Jan? Nou ja, goed. Ik denk dat het oude bestuur 25 hele mooie toernooien heeft georganiseerd. Echter, helaas, en dat vind ik zelf nog steeds heel erg vervelend, is de laatste editie. De laatste editie op Sportpark Uitwierden. En ook de laatste keer van het oude bestuur is helaas niet geworden wat men had gehoopt. Dat vind ik had gewoon een groot feest voor het oude bestuur moeten worden. En helaas moesten heel veel ploegen moesten afzeggen. En ja, dat resulteerde toch in een heel minder deelnemersveld. Ja, goed, waarbij NEC nog een hele belangrijke rol heeft gespeeld om meerdere teams te leveren. Nou goed, dat kan niet de doelstelling zijn. Dus stappen we in iets waarin op een dood spoor zat? Dat denk ik niet. Alleen goed, we gaan het wel een beetje op een andere manier doen. Maar goed, dat is denk ik ook omdat wij... Ja, we zijn toch ook weer een andere generatie en er wordt tegenwoordig gewoon ook wat anders gevraagd. Wat net al even gezegd wordt, het is niet alleen meer het voetbal. Jullie willen er gewoon een complete familiedag van maken, begrijp ik. Bekend zijn als Sportpark Centrum. Er is, zoals ik het altijd maar noem, een kunstgraskant en een hoofdveldkant. Daar loopt een weg tussendoor. Wij hebben ervoor gekozen om de hele dag te laten plaatsvinden aan de kunstgraskant. Dat houdt dus in dat we toernooi laten plaatsvinden op de beide kunstgrasvelden. Op het miniveld, op het pupillenveld, zal 's ochtends dus de minicup zijn, de SES minicup. En in de middag de SES All-Star Cup. En op het grasveldje wat daarnaast ligt, gaan wij een heus horecaplein opbouwen. En dan gaan we dus zorgen voor alle... Ja goed, eten, drinken, wat muziek. Dus daar willen we echt de gezelligheid brengen. Kijk, en het grote voordeel is dat mensen dan niet steeds de weg over hoeven te steken. Niet overal verspreid lopen, maar dat we gezelligheid aan één kant kunnen creëren. En daar is het ons wel om te doen dit jaar. En echt een familiedag inderdaad. Ja, nou ik wil zeggen bijna hebben van zeggen in één zin van waarom zouden wij op 4 juni is het die dag niet mogen missen? Omdat het een kwalitatief goed bezet toernooi wordt met hele mooie clubs uit de regio. Goed georganiseerd met mooie randactiviteiten en het wordt mooi weer. Nou, dat is een belofte, daar hou ik je aan. En Jan, wat is je gedroomde winnaar? Nou niet zeggen van NEC, hè? Nee, maar die had ik ook nooit gezegd, want dan dat zou niet goed overkomen. Nee, een gedroomde winnaar heb ik eigenlijk niet. Ik hoop gewoon dat we een mooie finale krijgen. Ik ben ontzettend blij met het deelnemersveld. Goed, omdat we de laatste jaren toch ook gezien hebben dat het heel lastig bleek te zijn. En ik denk dat we toch een aantal ploegen van aardig niveau hebben weten te krijgen. En ik hoop gewoon op een spectaculair sportief toernooi met een uiteindelijk verdiende winnaar. Nou is ons Nederlanders niks vreemd. Vooral betalen niet. Als mensen het sportpark op willen, moeten ze dan een entreekaartje kopen? Of zeg je van, nou nee, de deur staat open, kom maar binnen. Er wel voor gekozen om een kleine entree te vragen, want een groeiende organisatie moet het natuurlijk ook een klein beetje van dat soort dingen hebben, want we willen nog meer in de toekomst. Dus het is 3,50 entree en kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Nou, dat is wel heel wat. Jan, Erwin stipt er al even aan, de toekomst. Want ja, één keer een SES toernooi organiseren, hartstikke leuk, maar er zit nog meer aan te komen, begrijp ik. Ja, we zijn als stichting echt aan het kijken van wat willen wij nog meer doen in deze regio. En daar hebben we zeker een aantal hele leuke ideeën voor. Goed, waarbij we nog niet alles hebben uitgewerkt. Dus nu is het SES-toernooi het belangrijkste. Nou, afgelopen Eurocup-editie hebben wij natuurlijk in samenwerking met de Eurocup hebben de RegioCup georganiseerd. Nou, dat is toen allemaal vrij op het laatste moment geweest. Wij moeten nog in gesprek met de organisatie van de Eurocup. Maar wat ons betreft gaan we daar ook weer een rol in spelen. En daarnaast willen we kijken naar wat wij als bestuur nog meer kunnen doen. In samenwerking misschien wel met andere sportorganisaties. Om toch ook weer anders te bieden dan alleen voetbal. Dus we zijn echt wel aan het kijken om nog ergens een activiteit te organiseren in deze regio. SES wordt dus een heel breed begrip, begrijp ik, in de toekomst. Absoluut. Ja. Het is, we gaan meerdere kanten op. Dat is wel ons doel. Absoluut.